staat te kijken naar een ochtend waarbij we vanuit allerlei verschillende organisaties professionals hebben uitgenodigd die wijkgericht werken in Oosterhout. Ik voorstel om weer verder te gaan met de liedjes. We hebben een hele brede functie eigenlijk in de hele brede buurt in de wijkgericht werken. Allemaal verbonden met cultuur en ik geef het woord aan Magdalena Wilma. De uiteindelijke doelstelling van dit hele ontmoetingsgebeuren? Ja, inderdaad ontmoeten, verbinden, maar vooral nog meer van elkaar weten wat we wijkgericht doen, zodat ze elkaar in het werkveld veel beter kunnen vinden en zodat het uiteindelijk nog integraler wordt. Ja, dus als er het mooiste ideaal zou zijn als mensen bellen naar thuisvesten, bij wijze van spreken met een vraag die eigenlijk bij MOVE thuis hoort of bij H19, dat zij ook kunnen doorverwijzen van joh, je moet die en die bellen. En niet alleen maar zeggen van ik weet het niet. Nee, niet van nou, dit is niet van ons, maar gewoon van nou, hè, bij Marieke van MOVE kun je daarvoor terecht en die bereik je op deze manier. Dat zou het mooi zijn. En dat dient dit als doel voor. Ja, is dit de eerste keer dat jullie dit doen? Wel op deze grootte. Maar de meeste mensen kennen elkaar natuurlijk wel al van het werk in de wijk. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf nu in de pitches ook wel wat dingen heb gehoord dat ik denk, oh, die wist ik nog niet of die kende ik niet. Of dat ik voor mezelf ook al wel nieuwe haakjes in zie. Bewoners wil treffen, ontmoeten, dan zijn jullie bij ons aan het juiste adres. Nou hoorde ik daar straks toen ik binnenkwam lopen, jullie deden een quiz en er waren mensen bij die niet wisten dat Oosterhout Kaaiendonk heet met carnaval. Wat zijn de mogelijkheden om die mensen tijdelijk te verbannen? Nee, die hoeven voor mij niet weg. Maar misschien moeten we ze volgend jaar uitnodigen om gewoon mee te lopen met onze optochten, als dat weer doorgaat.